Ik ben René Schoen, ik ben projectleider duurzaamheid bij het Sportbedrijf Rotterdam. Bij Sportcentrum West zijn we nu bezig met de installatie van lichtweer zonnepanelen. Panelen die de helft lichter zijn dan de standaardpanelen. Ja, hierdoor kunnen wij nu op dit dak kunnen we wel iets realiseren wat voorheen niet kon, omdat de standaardpanelen niet op dit dak geplaatst konden worden vanwege de constructie. Nou, dit is een vrij uniek product wat in juni van dit jaar in de productie is gegaan. Ik ben ook zelf in de fabriek bezig kijken en toen was het nog echt in de testfase. Dus ja, we zijn een van de eerste afnemers die erbij zitten. We plaatsen hier 240 zonnepanelen. Dat zijn ongeveer 500 watt piek wat ze opwekken. Als we dat terugrekenen over een jaar duur, dan zitten we op ongeveer 120.000 kilowatt wat deze installatie opwekt. De zonnepanelen zijn 100% circulair, dus zijn eigenlijk weer volledig uit elkaar te halen en eigenlijk weer de producten waar het van gemaakt is, zijn dan weer opnieuw herbruikbaar. Persoonlijk ben ik wel heel trots dat we dit project nu hebben kunnen realiseren. Het levert uiteindelijk een bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstelling van het sportbedrijf. Dat zijn wel de leukste dingen, dat uiteindelijk ook de verdere toekomst voor Rotterdam, dat ook meer partijen dit soort producten kunnen toepassen straks. Zo maken we Rotterdam en de stad samen duurzamer.